Dag, lieve vrienden. Een hele, hele goede middag. Ja, ik zal even zien of ik er door kan komen. Maar ik wens jullie een hele, hele fijne dag toe. En een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, nou, twee ervan hebben jullie al gezien. Nog aan de kant. En hier ligt Jodokus weer. Ja, die heeft alweer een standje gekregen van me. Want die zat weer natuurlijk. Ik kan het ook anders aan zichzelf te bijten. Maar het is vandaag donderdag 23 augustus. En het is 16 minuten over 12. Dus ja, ik ga zo eventjes mijn lunch klaarmaken. Oh, ik zie wat leggen. Een krantje in de gang. Nou, dan gaan we naar de gang toe. Helders Weekblad. Ja, Helders Weekblad. Nou ja, ik lees nog geen krant. Ik zou niet weten waarom. Ik heb toch de computer. Ja, ik moet de krant lezen. En dit kan ik er ook op vinden hoor. Ja, kijk er ook op vinden. En dan moet ik vanmiddag nog weg. En Rebecca die komt straks. Om een uur of één. Nou, dan moet ik nog weg. Want er is een pakketje klaar bij een andere filiaal van Albert Heijn dan hier in de stad. Nou, richting de kerk, maar niet zo ver. Nee, daar hebben we ook nog Albert Heijn. Daar nog tegen. Ja, bij de vogelbuurt in de die kant op. Ja. Dus er ligt het pakketje voor me klaar. En ik heb nog wasgoed te vouwen. Schone wasgoed van de keuken. Die kunnen allemaal in de la. En dan wat er staat, deze la, die is zo goed als weer leeg. Dus daar komt het allemaal weer in. En die vuile doekjes, die hangen we dan weer op en dat, als dat droog is, kan dat weer in de tas. In de nachttijd zijn er toch al een aantal tomaatjes weer gekleurd. En dus ja, ik denk dat het wel goed komt, toch? Ja, enkel die groene, die is ook zelf gekleurd. Ja, dat komt wel goed. Enkel, ja, waar is die zon? Ik zie wel wat blauwe lucht, maar het meeste is bewolkt. Maar ja, komt ook wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En doe wat jullie doen moeten of doen willen. Hou het lekker fijn voor jezelf, zowel voor een ander. Zie je wat op straat gebeuren wat niet mag, meld het dan gelijk, want dat is wel je plicht. Als burger zijn. Help een ander. Waar dat het kan en mogelijk is. Ze zeggen veel liefs van mij en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, we gaan ontoeren. Ja, ik moet eerst dus naar twee winkels. Daar en daar gaan we weer naar de dijk. En daar zijn ze, als het goed is, als ik goed ingelicht ben, met windfietsen bezig. Het lijkt me toch heel erg tof om dat te kunnen vloggen. Speciaal voor jullie. Ja, dat, ik neem de handcamera mee en de vlogcamera mee. Uiteraard ook mijn mobiel, maar voor andere doeleinden. Ja, ga ik ook gewoon gelijk doen, Pokémon. Tenminste, spul ophalen. En als ik een nieuwe Pokémon zie, uiteraard ook die. Mijn hondje, die krijgt zijn muilkorf natuurlijk weer om. Hè? Zien jullie hem? Ik zie het zelf nog niet eens. Ja, die krijgt een melkkorfje weer op, hè? Ja. Hij is een lieve kerel. Ja. Dat, ja, dan gaan we lekker gezellig ontroeren. Ik moet denk ik er even iets meer aan doen dan normaal, want het is uiteraard kouder, hè? Hoeveel graden is het? 21 graden. Nou, valt mee, maar op de dijk, er staat wel een wind. En het zal daar wel kouder wezen. Ik ben wazig. Hoe doen we dat? Ja, ik ben alweer helder. Toppie. Ook goed.
En ja, daar is het koud, dus ik doe wel een dun jasje aan en een dikke. Ja. Nou, ik heb gewoon een lange legging aan en zo'n bruin geval. En wel blote voeten, dus ja, en je ziet mijn topje, dus ik ben verder zo zomers, maar ik wil niet ziek worden, nee. Het is op de dijk altijd veel koud, tenminste, met zo'n wind. En heb ik het al verwacht, kijk hem maar eens voor je, want ik heb nog een dun jasje aan. Dus ja, dat lieve vrienden, ik neem jullie dus lekker mee, gezellig. En ik zie jullie straks wel. Ja, geniet er in ieder geval van.
Thank you.
Ja, lieve vrienden, het start hier op. Ik weet niet wat. Ik heb alleen nog even aan te doen. Jullie zien dat de golven, hoe hoog dat lekker gaat. En ze zijn hier met die windfiets bezig. Dat is geweldig. Ik meende dat ze al bezig waren op te ruimen, maar dat is niet het geval. Ze gaan daar geen helemaal. Dus ja, dat is heel leuk te zien. Maar we zijn al helemaal die kant op. Ja, maar ik waarom gaan ze tegen de wind in? Maar dan wordt het toch meestal maar. Kijk, en dat doe ik gewoon zo. En dan gaan we zo. Thank you.
verder. Oké, lieve vriend. Thuis. We zijn ook op de dijk geweest. Ik had jullie mee. Ik heb daar met deze camera even gevlogd. Alleen, ja, het was zo koud. Het was niet te doen. En mijn booster die schudde heen en weer. En ja, ze deden eigenlijk niet veel. Maar ik heb toch een voorproefje laten zien van wanneer ze wel bezig zijn. En ik kies toch mijn veiligheid boven alles. Dus het ging echt een keer daar op de kop van de dijk. En ik voelde mijn booster gewoon weg. Dat ging stukje bij stukje ging dat naar beneden toe, laat me zeggen. Nou, dat wil je niet. Nee, nou, ik was dus ook bij een supermarkt naar binnen gekacheld. Dat is ook een Albert Heijn. Daar heb ik een pakketje. Ik weet al wat erin zit. Dus ik zal straks even kijken. En dan hang ik hem weer op. Hier al in de keuken en dan laat ik hem jullie wel weer even zien. Ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, helaas. Hij past niet. Ik moet hem terugsturen. Weet ik al dan niet hoe. Ja, hij is wel mooi, echt wel. Maar hij past niet. Hij is te strak. Ja, dat heet met verschillende maten. Hè. Japanse maten zijn heel anders dan de Nederlandse maten. Dus ja, helaas vind ik haar. Dus ik laat hem jullie ook niet zien, want dat, ja, die moeite hoef ik nou niet te nemen, want hij moet toch terug. Dus ik weet al niet hoe dat moet, maar ik heb even weer gevraagd aan mijn schoonzoon, die zoekt het wel weer uit, want het is weer Engels en dat begrijp ik niet, dat kan ik niet lezen, niet dat allemaal. Dus ik heb er een foto van gemaakt en ik heb het naar hem toe gestuurd en die zal het uit gaan zoeken. En ik ga nu een bakje koffie maken. En ik wens jullie allemaal een hele fijne namiddag. Voor straks smakelijk eten. En voor na het eten een hele fijne avond gewenst. En voor dan welterusten. Lekker slapen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!